Wim, goedemorgen. Goedemorgen, Marie. Goedemorgen. Ja, Wim. Ik was op de Horecava. Had je groot uitgepakt. Klopt. Hebben jullie een groot bedrijf in de markt? Ik denk het wel. Zeker wat we aanbieden. We zijn niet groot in omvang als het gaat om het uiterlijk. Maar denk ik wel met het complete plaatje wat we aanbieden wel zeker. Ja. In de horeca, hè? Ja. Dus online, met name online horeca. Ja. Verserver is een online horeca-aanbieder. Maar wel met expertise wat al meer dan 75 jaar aanwezig is. Had je vroeger de groothandel en dan zag je die grote vrachtwagens allemaal rijden. En dan gingen de mensen naar ISPC toe. En... Ja, klopt. Als je dat nou moet vergelijken, hoe vergelijk je dat dan? Nou, ISPC vroeger, dat was iets speciaals voor de horeca in Nederland. ISPC vroeger ging om aandacht en emotie eigenlijk. En eigenlijk is verserver dat wat ISPC vroeger was. Vroeger was. Ja. En zeg maar, welk marktsegment bedien je nou? Middenhoogsegment met name. En daar liggen we onze expertise in. Nou hoor je zeg maar bedrijven die zich helemaal terugtrekken uit die horeca. Want de horeca is slecht, is moeilijk, is van betalen. En hoe gaat dat bij jullie? Want je werkt met 33 man. 36, 36. Inmiddels, ja. En volgende maand mogen we weer 2 nieuwe collega's verwelkomen. Nee, juist bij ons niet. Wij scoren enorm goed. Omdat wij heel veel aandacht geven aan de kok. We zijn een verlengstuk ook voor het bedrijf vaak. En wij geven heel veel advies, trainingen. En we begeleiden ook een horecazaak. Maar hoe moet ik me dat voorstellen dan? Wat doe je dan meer dan? Vooral de aandacht, maar expertise in huis halen. Dus wat wij doen is echt naar de voorkant heel veel investeren in experts. Mensen die veel verstand hebben van het horecavak. Maar ga je je ook helemaal bemoeien met wat ze op menu moeten zetten en wat ze moeten drinken? En... Ja, inderdaad, daar gaan wij heel ver in. Maar ik kan me voorstellen dat de sterrenkok zich dat niet laat voorschrijven. Het ligt eraan hoe je daarmee omgaat. Arrogantie, dat staat bij ons, dat is niet aanwezig. We proberen op hetzelfde niveau met elkaar een iets moois ervan te maken. En zie je nou een wijziging in het sortiment tegenwoordig? Ja, we proberen altijd een beetje de grens op te zoeken. Fusion is natuurlijk iets wat al jaren aanwezig is. Maar we proberen wel ook te adviseren om ook die grens op te gaan zoeken. Fusion, hè? Wat sta je er nou eigenlijk om? Ja, fusion is verschillende manieren van koken wereldwijd combineren eigenlijk. En daar zeg je eigenlijk gecomprimeerd heel veel mee. Oké. Bedien je heel Nederland? We bedienen heel Nederland, ja. Kijk eens aan. Je hebt een kok meegebracht. Kun je hem voorstellen? Wie is dat? Ja, dat is Leon Habers van restaurant Sissels uit Apeldoorn. En die heb ik meegenomen. Waarom? Omdat het sowieso een hele mooie, goede relatie van ons is als bedrijf. En onlangs een piepkomma heeft gekregen. Kijk eens aan. En verdient eigenlijk, hè. Oké. Wim, ik ga even naar verder gaan. Ja, bedankt. Dank je wel. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Ja, je hebt wat foto's meegebracht. Klopt. Sissels, waar komt die naam vandaan? Sissels, dat is eigenlijk een beetje Engels-Amerikaanse naam. Het wil meer zeggen geknetter van pannetjes van vuur. Dus indirect toch met koken te maken. Hoe lang bestaat jouw zaak al? 6 jaar nu bijna inmiddels. 6 jaar. Ja. Want hoeveel stoelen heb je? We hebben 60 couverts kunnen wij zeg maar draaien. In de weekenden draaien we ook wel eens wat tafeltjes extra. Dus wat voorbezetting, soms een nabezetting. Maar je draait geen lunch, hè? Geen lunch, nee. Waarom niet? Nou, daar zijn we mee gestart. Was niet echt een succes. En ook doordat het 's avonds enorm druk werd, hebben we toch besloten om ons te concentreren op diner alleen. En wat voor type gast heb je dan eigenlijk? Nou, heel gemêleerd. Echt van jong tot oud. Alles eigenlijk door elkaar. We bieden ook best wel breed concept. Dus je kunt bij ons hele luxe, dure producten eten, maar ook voor een eenvoudig kapasje. Wat ga je maken vandaag? Ik ga vandaag lekker helbot voor u bereiden, voor jullie allemaal. Met een saus van strandkrabbetjes. Fileren? Ja, die ga ik straks fileren. Ja. Ja. En er komt een mooie saus bij van strandkrabbetjes. De helbot ga ik aflakken met een stroop van Pedro Ximenez sherry. Heel mooi met safraan. Doe ik venkel bij door de risotto. En dat wordt, ben je tevreden over Wim? Ja, fantastisch. Ja, enorm. Daar koop je al je handel? Ja, daar koop ik vooral met vis. Koffie doen we en nog wat andere dingetjes doen we erbij. Oké. Okay. Maar vooral de connectie tussen elkaar, dat gaat echt fantastisch. Okay. Ja. Nou, bedankt voor het gesprek. Wilt u meer informatie over deze gasten, kijk u dan op ons internet.